Wat die roeien? Roeien, jaren! Die roeien! Kom op, Bob! Blijven zitten zo, hè? Goed, jongen! Kom op, schuiven, hè! Kom op, schuiven! Kom op, ja! Kom op, ja! Kom op, pakken! Ga voor staan! Rechts staan, hè! Meegeven dat de twee individuele tijden bij de 8-jarige werd gewonnen door Bob Koelmans. In ronde vakjes. 105, 6 en 12 zijn dat. Dat betekent dus Hulstmans, Noah Muller. En met de brug nummer 112 is dat. Oh, 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 is hij! Oh, oh, oh! 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 Oh, oh, Ja. Wat gaat er? Verzichtiger! Pas op, hè, pas op, hè! Pas op, niet overlopen, hè! Pas op! Rest aan! Rest aan! We zien daar een demarrage van een van de renners. Wie dat is van hier dat. Pas op, hè! Aan die drie tijdrijders van de straat, de beste tijdrijders van de straat. Dus de twee laatste zijn erbij gekomen hier bij die kopgroep. Met name het nummer 11 en 7 zijn dat Mika Jans. Kom aan, Pieter! In de zoveel, kom op! Vijf tijdrijders, 13 namen al afgeronden. En hier onze naaste achtervolgers met drie zijden. Laatste ronde nog voor jullie allemaal. Het is nu natuurlijk nog een kwestie van recht te blijven. Terwijl hier de jongens allemaal passeren voor hun laatste ronde, zien wij hier nog altijd vijf koplopers die te samen zijn. Het zal dus best een aardig spurtje kunnen worden. Maar nee, laat het niet helen, hè? Volhouden, hè? Bij de 9 jaar. Niet voorbij de Nadar komen, zo dadelijk bij de eindspurt natuurlijk. Beetje onwet uiteraard hier, ter hoogte van de aankomst. Jullie mogen zich stilaan wel klaar houden, maar achter de Nadar. Dus zeker met uw voorste wiel niet op de weg komen. Ja, mooi zo. Nog één renner die moet binnenkomen. Ook voor hem dus een einde van de wedstrijd. En ik vermoed dat de laatste renner is. Nog twee. Er moeten nog twee renners, dus houd de baan vrij. Zeker voor bij de aankomst. Yes, I
Wat ik toch tegen de vier? Klaar, het doet nog eens Martensen. De man met het rugnummer 9 was dat. En die luistert naar de naam van Marcel Daan. 3, 2, 1, daar gaan we. Allee, succes allemaal. Mannekes. Koploper zie je nog altijd samen. Ik dacht daar straks aan de overkant gemakkelijk geteld hebben dat ze met 11 zijn. Dat zal dus van de koper en de derde ronde, jongens, van 2 achter. Van 2 ronden af. Onze achtervolgers horen zij geven absoluut niet af. Dat is goed voor de wedstrijd, zo moet dat ook gaan. Na 48 hier, die doet een felle inspanning hoor. Hele mooie inspanning van Janne van Dijk. Die wellicht ook bij die valpartij was bestrokken daar straks. En zo achterop is geraakt. Het zal natuurlijk moeilijk zijn om hier op deze omloop weg te rijden, al wel bij B natuurlijk nooit. Laatste ronde, mannen! De laatste ronde! Voilà, hier onze onfortuinlijke man met het nummer 48. Gaat nog op zoek naar die kopgroep. Het zal waarschijnlijk wel moeilijk zijn, maar ja, hij heeft er potverdekken voor gestreden hoor. Mooie wedstrijd van hem. Voor iedereen dus die nu passeerde, allemaal de laatste ronde bij onze 10-jarige minime. Winnaar daar straks was Witse Meeuwse voor Wout Heijlen en Daan Groosmans. Gaan ze ook in deze volgorde over de meet? Wij weten dat over enkele minuutjes. Ook laatste ronde voor terug nummer 35 en 47.
zijnde Aline Lefeber was dat. En 47 was Florian Verbrugge. Mannekes, kom eens terug naar hier. Jij pakt toch doorrijden, zeg ik. Laatste ronde voor u. Mannen, kom eens terug naar hier. Achter de dat daar gaan staan. Daar zijn ze. De ijspurt is ingezet. Wie gaat het halen? 37 voor 49. Daar ben ik in ieder geval zeker van. André houden nog de eindspurt hier nog voor die achtervolgers. Daar gewonnen is door het rugnummer 37, Daan Groosmans. Voor het rugnummer 49, Matthias Beelen. En 32, even meekijken, Cedric van de Soppel. Maar nog altijd vrij houden voor de ijspurt van deze jongens hier bij onze 10-jarigen. Vrijhouden nog één renner zou cross mensen. Zondag 16 oktober en dat gaat allemaal plaatsvinden op het provinciaal domein Zilvermeer in Mol. Promotionele wielcross dus voor de aspiranten en minimair. Voilà. Wij vermoeden de laatste aankomst hier bij onze 10-jarige en de... Dat was volgorde, ja. Ja, maar die had het weer, hè. Ja, maar ik deed het zondag ook. Ik denk was er minder van. Ja, ja. In die Nijsselde. Die had gereden, ja. Dat was zich stilaan mogen begeven naar de inschrijvingstafel. 12-jarige aspiranten mogen zich vanaf nu naar de inschrijvingstafel begeven. Ook jongens, 4 rondjes aan de aanvoering van Ivo Hazeldonks. In ieder geval, wij zijn hier nu einde 4e ronde met nog altijd dat gesloten peloton. Die hebben blijkbaar niet veel goesting op de koers. Jongens, meisjes, we zijn op 3 ronden van het einde. 3 ronden van het einde. Tempo mag er stilaan inkomen, hoor. Maar 3 rondjes af te liggen. Is nog iets gereden? Nu. We hebben een, ik denk ze naar Polder. Oh, joh. Wat
Ja. Ging wel wat hevig daar om wat kinderen. Ja, en een schoon trein dat mannen en winnen alles. Ja. En dan, ja, je kent dat dat gaat. Je kent dat daar. Ja, maar het is nat en dat... Alle stralende man. Oh, dat is... Dat zij zich snel in de plaats houden voor de doelvinding. Laatste ronde, jongens, laatste ronde, jongens, meisjes. Voilà, we gaan er eens een vlam op geven nu, hè. We zitten in de laatste ronde, hè. Koud, hè. Voilà, zeg. Dat is haar woord en ze reageren. Laatste ronde, mannetjes, laatste ronde. Wij houden de baan nog altijd vrij, Sporty Vibbers, voor onze laatste jongens hier. Laatste ronde voor jullie. Meisje en ja, ook laatste ronde. Deze renner in ieder geval einde wedstrijd voor hem. Wegens te ver achter dat de peloton, want daar is de politie. Einde wedstrijd voor u, jongen. Einde wedstrijd. Of meisje. Einde wedstrijd. U mag stoppen. Ja, we houden de baan vrij, mensen, en kijken uit naar de spurt voor de zege bij de wegproef van de 11 jaar. De motaar zien we ook, en zo dadelijk komen ze uit de bocht. Dat is volgens mij de gedubbelde, die gaat daartussen geraken, dat is wel tijdig. Maar een zeer, zeer lange spurt, hoor. Zeer lange spurt, wie gaat het halen? Wie gaat het halen? Het is zij aan zij. Zij aan zij, maar het is 71 voor 66 en 78. Van 71, 66, 78, dacht ik. We hebben even gaan meekijken natuurlijk, mensen, om geen pauze te hebben. De brug nummer 78, Finn van Brugboven. De rennen blijkbaar. Laatste 8 op 4 voor 61. San. Je zal dat wel. Je zit met je lekker zand zonder pakje. Oh, Sama. Je hebt het ook wel. Je ziet. Je ziet. Je ziet. Je ziet. Je ziet. Dan Mark hier, motor door. De voorzitter van het jeugdcomité van de provincie Antwerpen. Mark Stessens, die gaat ook zo dadelijk de medailles overhandigen. Bob. Hallo, zet een bril op je hoofd. Marie. Ja, Kevin Hulsmans die is inderdaad te val gekomen en het zal misschien al huiswaard zijn. Ja, dat zou best kunnen. Voilà, geef ze een applausje. De twee laureaten van de tijdrit bij de 8-jarige Minimum. Voilà, verder met de 9-jarige. Mannen, we gaan plaatsmaken. Ondertussen is de tijdrit ook vertrokken bij de... De baan is normaal helemaal vrij, Mark. Dus tijdrit bij de 9-jarige op de 3e plaats, Lennon Velmans. Op de 2e plaats is geëindigd daar Pieter van Laar. En winnaar van de 9-jarige tijdrit is Jado Blijenberg. En mag ik ook Laura Lauwerijs vragen als winnares bij de meisjes. Laura Lauwerijs, waar is ze?
We gaan de handjes in de hoofd steken, jongens en meisjes, en geef ze een applaus. Dat is dik verdiend. Oh, een momentje nog. Dank u wel. Ja. Jongens, meisjes, wij gaan verder met de 10-jarige. Op de 3e plaats in de tijdrit is aangeëindigd Daan Grossemans. Tweede is geworden Wout Heijlen. Derde, of eerste bij de meisjes, ga ik maar eerst zeggen. Aline Lefever. Ladies first, zegt een ander, hè? Voilà, Aline. En winnaar bij de jongens, 10-jarige Witse Meeuwsen. Laat handjes in de hoogte en dat applaus mag er komen. Goed zo, bedankt. Wij ruimen het podium voor de 11-jarige bij de tijdrit. Is geëindigd op de 3e plaats, Joren Thijs. Op de 2e plaats is geëindigd Jarne Bams. En op het hoogste schavotje, weer bij de meisjes, als eerste Elise Antonissen. En winnaar bij de jongens, Brent Seels. Naar hier. Laat de handjes naar omhoog, ga op ze. En dan de applaus mag natuurlijk niet ontbreken. Hè. Voilà, dat is het podium van de individuele tijdrit. We gaan verder met de wegproef. Bij de 8-jarige op de 3e plaats, Jannik van Gils. Dat is de 3e. Op de 2e plaats, Alessandro Martocchia. Oh ja. Hey. Alessandro Martocchia. Voilà. En winnaar, Noah Muller. Goed. En mag eveneens op het podium als clubkampioen van de Koninklijke Balenbaansingel, Jarne van den Wouwer. Jan van der Wouwer, voilà. En nu mogen de beide schepenen van de stad Geel, Leen Beken en Christel Jakkes en de voorzitter van Wielenbond Vlaanderen, Sauber Kammen, de bloemetjes en de bekers overhandigen. Voilà, Sofie, als de gieterbanen steken, alles nog eens goed omhoog. En geef ze allemaal nog eens een zaterend applaus. Hè. Voilà. Proficiat mannen. Verder met de 9-jarigen. Op het podium. Sorry. Bij de, op de 3e plaats, Jato Blijenberg. Jato Blijenberg, die staat er al. Op de 2e plaats is daar geëindigd Lennart Bulmans. Als winnares bij de meisjes hadden we Laura Lawerijs. En de winnaar van de wegproef bij de 9-jarigen is Pieter van Laar. Wie ontbreekt er natuurlijk nog? De clubkampioen van de Koninklijke Balen Bicycle, Wout Braas. Voilà, dat is het hele podium. De bloemetjes en de bekers mogen overreikt worden of aangereikt worden door dezelfde mensen, dacht ik. Zijn de Leenbeker en Christel Jakkes, allebei schepenen van de stad Geel. En natuurlijk ook Sparren Kammen, Wielenbond Vlaanderen, voorzitter. En uiteraard de voorzitter misschien van Baal Weissinger. Chef Robert, die gaat de beker geven aan de clubkampioen. Wat ga je ik ben aan de camera. Ik ben aan de beker.
Ja, we maken de voilà, dat applaus hebben we ook gekregen. Dat hebben ze natuurlijk ook verdiend allemaal. Goed zo! En dus nog wat foto's pakken en dan gaan we verder met de 10-jarige, dacht ik. Voor de jongens is de winnaar totaal. De aankomst bereiken voor het individueel tijdrit. Over naar dat zijn clubkampioen, hè? Dat is apart nog eens aan. Wegrit of wegproeven staat op de 30e plaats krijgt de Cedric van de Sompel. Jij bent nog gepaald, hè? Tweede plaats, Delian Matthias. Winnares bij de meisjes, Aline Lefeber. En winnaar bij de 10-jarigen en eveneens clubkampioen van Koninklijke Balen Bicycle, Daan Grossemans. Ziezo, dat applaus hebben we ook gehad. En we gaan over naar het laatste podium, dat van de 11-jarige natuurlijk. Bij de 11-jarige mogen op het podium gaan plaatsnemen. De man die op de 3e plaats is geëindigd en eveneens clubkampioen is van de Koninklijke Balen Bicycle. De man met de rugnummer 78 is dat. Finn van Broekhoven. Finn van Broekhoven op de 3e plaats. 2e plaats is hier geëindigd met het rugnummer 66 is dat. Brent Seels. Moet je nou zo'n podiumgebied voor de clubkampioen? Ja, we gaan samen. Winnaars bij de meisjes met het rugnummer 64 is dat Elise Antonissen. En de winnaar bij de jongens met het rugnummer 71, Jarme Bams. Voilà, dat is ons laatste podium, mensen. De bekers, de bloemetjes worden nog eens onderhandeld door de prominente hier aanwezig. Twee schepen van sport. En de voorzitter van Wielerbond Vlaanderen. Zij nemen de bekers en de bloemetjes in ontvangst. En mag ik vragen dat je nog eens een laatste keer de handjes op elkaar zet voor dit prachtige podium. Ja.